Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video, want ik heb eindelijk weer een kerstvideo voor jullie. Het is weer zover. Ik ga namelijk mijn hele kamer omtoveren, zodat het helemaal in de kerstsfeer is. Je ziet de kerstboom al achter mij staan. Ik heb hem alleen nog niet versierd, want dat ga ik in deze video doen. En ik liet het ook op mijn Instagram weten. Ik heb weer een ander thema dit jaar. Ik heb bijvoorbeeld wel eens cadeautjes gedaan. Andere keer had ik allemaal strikjes. En dit jaar heb ik een ander thema en dat laat ik allemaal in deze video zien. Dus wil jij zien hoe ik mijn kamer omtover? Blijf dan kijken. Het thema van dit jaar, een aantal hadden het al geraden, namelijk panterprint. Ja, dit jaar is het helemaal in panterprint. Jullie weten hoe dol ik erop ben. Mijn schoollijn van dit jaar had ook allemaal panterprint erin. Ja, ik vind het gewoon helemaal geweldig. Natuurlijk zijn er al een aantal soorten panterprintballen, maar overal waar ik kwam waren ze uitverkocht. Dus ik besloot ze om ze zelf te maken. Ik had namelijk op zolder nog allemaal ballen liggen. En ja, die leek mij heel erg leuk om die dan zelf te maken met panterprint. Ik ben van de week al begonnen met het knutselen ervan. Ik heb ze in een champagne goudkleur en in het bruin. En de matten heb ik allemaal gebruikt voor panterprint. En de glanzende ballen ga ik dus er tussendoor hangen. Want het is misschien te druk om alle ballen met panterprint te doen. Dus wissel ik het af met deze mooie glanzende ballen die je onderin kan zien. Dan de benodigdheden. Als eerste natuurlijk kerstballen. Ik ben naar de hobbywinkel geweest en daar heb ik verf gehaald. En ik heb gouden glitterverf. Dit is gewoon alleen gouden glitters, maar hij dekt wel heel erg mooi. Nou, hetzelfde heb ik dan, maar dan in het zwart en zonder glitters. Dus dit is gewoon zwarte verf en dit is gouden glitterverf. Dan bij de Action heb ik dit gehaald en hierdoor lijk je echt een kunstenaar. Maar dit is echt heel erg handig, want hier kan je je verf gewoon opdoen. En dan kun je heel makkelijk verven. En dit heb ik bij de Action gekocht voor 30 cent of iets. En verder natuurlijk kwasten. En deze kwasten heb ik deels bij de Lidl gekocht, want ze hadden allemaal mooie kwasten. Maar bij de Action heb je ook gewoon goede kwasten. Daar heb ik deze namelijk gehaald. Het is handig om dunnere kwastjes en wat dikkere kwasten te hebben. Dus deze is wat dikker en deze is wat dunner. Ik heb jullie nu de benodigdheden laten zien, maar dan ga ik jullie nu laten zien hoe ik deze ballen gemaakt heb. Ik heb alvast een haakje aan de bal gemaakt, dat vind ik fijner vasthouden tijdens het verven. Ik doe de gouden verf op het plaatje. Ik pak een dikkere kwast en daarmee ga ik stippen zetten over de hele bal. En ik maak vooral grote dikke stippen en ze hoeven niet perfect te zijn. Het is juist leuk als ze een beetje variëren. De bal is nu helemaal vol met stippen en ik laat hem eerst even drogen voordat ik de zwarte lijntjes eromheen ga maken. En daarvoor heb ik dit rek. Dit is gewoon een kledingrek waaraan ik 2 lijntjes heb gespannen. En daar kunnen de ballen dus aan hangen om te drogen. Dus ik ga nu verder met een andere bal, want deze moet eerst nog even drogen. Dus ik ga verder met een bal die ik al eerder geverfd had. En dan ga ik jullie nu laten zien hoe je echte panterprint moet maken. Hiervoor gebruik ik de zwarte verf en een dun kwastje. Het is best wel simpel. Het enige wat je hoeft te doen is lijntjes om de stipjes heen maken. Ik vind het vooral leuk om rond de 2, meestal 3 streepjes om het stipje te maken. En zo krijg je het effect van een panterprint. Ook de lijntjes hoeven niet helemaal perfect te zijn en mogen van elkaar verschillen, want bij de echte panterprint zijn ook nooit alle lijntjes en stipjes hetzelfde. Pas wel op dat je de bal niet per ongeluk laat vallen, want dan zit en je tafel onder de verf en is de bal verpest. Dus hou hem goed vast, want ik moet eerlijk zeggen, dat is mij wel eens overkomen. En dit is hem dan. Hoe leuk is die geworden? En het is vrij simpel om te doen. Ik laat de ballen even drogen voordat ik ze in de kerstboom ga hangen. Dus we gaan verder met de volgende DIY. En de volgende DIY wil ik al echt heel erg lang doen. En dat is namelijk mijn eigen neon light maken. Ik vind het altijd super cool. Misschien zie je het wel eens op Pinterest voorbij komen of heel vaak op Instagram. Heb je in restaurants bijvoorbeeld van die hele gave, ja, wat zijn het? Teksten, maar die dan verlicht zijn. En dat noem je dus neon lights. En ik heb dat altijd al een keer zelf willen doen. En toen kwam ik in de intratuin met mijn moeder en toen vond ik dit. En dit is namelijk een hele lange strap met licht dus. En hiermee kan je dus die neon lights maken. En deze is 5 meter lang. Je had er ook een van 10 meter lang. En bij de Action heb ik er een gezien van volgens mij 9 meter lang. Nou, wat heb je ervoor nodig buiten dit? Dat zijn eigenlijk alleen tie wraps. Dus laten we beginnen met de tweede DIY. Ik haal de verlichting uit de verpakking en ga daarna even in het stopcontact kijken of hij het doet. Nou, hij geeft echt heel erg fel en mooi licht. Daarna ga ik het woord opschrijven die ik ga gebruiken. En dit helpt weer later als je de vorm moet bepalen. En dan moet je nu met de strip het woord gaan vormen. En zodra je een hoekje of iets maakt, moet je een tie wrap gebruiken. En met de tie wrap zet je hem dus vast en houdt de vorm ook vast. En als het een bochtje is, zoals bij deze, zou ik er 2 gebruiken. 2 tie wraps die elkaar kruisen. Ik heb voor Joy gekozen omdat het natuurlijk mijn naam is. En Joy wordt ook wel veel gebruikt met kerst, omdat het ook wel een kerstig woord is. Dus vandaar doe ik dit. En nu is mijn woord klaar en kan ik hem aan de muur gaan hangen. Ik vind het er echt super cool uitzien. Nu we de DIY's gemaakt hebben, kunnen we beginnen met mijn kamer helemaal op te pimpen. Ik had al wat dingetjes staan, maar ik ga het nu helemaal afmaken in kerstsfeer. Ik ga de boom versieren met de kerstballen die ik heb gemaakt. Dus ben je benieuwd hoe mijn kamer er nu uitziet? Laten we gaan kijken. Als eerste ga ik alle ballen in de boom hangen en ik doe een beetje mix van de tijgerballen en deze mooie glimmende ballen. En dit is uiteindelijk de boom geworden met de panterprintballen. Ik hoop dat jullie het net zo leuk vinden als ik. En dan nu mijn kerstroomtour. Deze cadeautjes zijn gewoon oude doosjes die ik heb ingepakt, met daaromheen een strikje. Aan de krans heb ik een strik van de zeeman die helemaal matcht bij mijn kerstboom. We gaan door naar mijn toilettafel. Deze poef komt van de Quantum met daarop een schaal met allemaal ballen die met de boom matchen. Het roze boompje komt ook van de Quantum. Hier nog een keer de krans met de geweldige strik. Dit is mijn bureau geworden en zoals je ziet heb ik een string met dit soort blaadjes gebruikt en daaromheen heb ik allemaal lampjes gewikkeld. De open haard staat meestal op de plek waar de kerstboom nu staat, maar die heb ik dus verplaatst naar de andere kant van mijn kamer. Het glitterkussen komt van de intratuin, net zoals de ster, en de twee glitterboompjes komen van de Action af. Ik heb ook een aantal witte ballen met panterprint beschilderd en die heb ik dus op een schaaltje gelegd. Het kleedje met nepbont heb ik al heel erg lang en die komt van de IKEA af. Dit is dus het eindresultaat van mijn kerstroom makeover. Hopelijk vonden jullie het leuk. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!